Maintenant, tu traces, tu prépares tout. Maintenant, tu traces. Tu mets la mousse. Partout. Mais ici, on a photographié les différentes étapes pour Pierre, pour permettre de se raser. Il prépare un essuie. Deuxième, il remplit l'évier. On a fait un trait pour lui faire comprendre qu'il ne devait pas remplir trop fort. Alors, troisième photo, il mouille son visage. Alors au début, comme ça, il suivait les différentes étapes. Ça lui a permis d'apprendre à se raser tout seul en suivant les différentes étapes et le faire correctement. Alors ça fait déjà plusieurs mois que ça a été mis en place et maintenant, il n'a même plus besoin de la feuille. Il peut se raser tout seul en suivant correctement les étapes. Okay. Kilian was vroeger zeer chaotisch. Hij wou zichzelf al klaarmaken, maar het lukte niet. Hij weende. Als wij hem toen hielpen, was hij boos, want hij wou het wel zelf doen. En toen hebben we samen met de thuisbegeleiding stap voor stap een stappenplan klaargemaakt, wat u nu gezien heeft, zodanig dat Kilian elke keer weer kan visueel met prentjes kan zien wat hij moet doen. En nu lukt het wel. Het is echt wel heel langzaam. Je mag niet het hele stappenplan direct presenteren, want dan is het een chaos. Maar elke dag een beetje meer en dat is eigenlijk heel vlot gelukt. En is je daardoor rustiger geworden? Heel veel rustiger. 'S morgens ons badkamerritueel en 's avonds is veel rustiger. Moet u erbij zijn? Normaal gezien niet. Normaal gezien, ik ben er natuurlijk wel bij, want ik maak me dan ook klaar en ik hou een oogje in het zeil. Maar eigenlijk vind ik dat het vrij vlot verloopt. Kinderen met autisme zijn dikwijls heel rigide. Worden ze niet nog rigider of strikter door die schema's en die stappenplannen? Nee, integendeel. Als wij die stappenplannen niet zouden gebruiken, dan pas zijn ze rigide, omdat ze gewoon niet begrijpen wat je van hen vraagt. Hoe bepaal je van daar gebruik ik een stappenplan en daar niet? Ik bedoel, in welke handelingen? Eigenlijk hangt dat af wat je meemaakt met je kind. En ook, ik heb het leren kennen bij Kilian door de thuisbegeleiding. Ik had daar nog nooit van gehoord. En door het toe te passen en het succes ervan te zien, ben je gestimuleerd om het voor te zetten. Want uiteindelijk is dat ook de bedoeling van de thuisbegeleiding. Je krijgt maar 2 jaar thuisbegeleiding en dan is het ook wel de bedoeling dat je het zelf verder zet. Dat is het schema dat ik moet opvolgen iedere ochtend voor me klaar te maken. Dus dat is hier voor 's ochtends. Dus bijvoorbeeld het eerste pictogram trang is mijn tanden poetsen. Dat is het eerste wat ik moet doen. Als ik mijn tanden gepoetst heb, dan moet ik dat aanleiden met een fluorstift, om te weten dat ik dat al gedaan heb. Daarna moet ik mijn gezicht wassen, een speciale zeep, want ik heb last van acne. En als dat is, moet ik dat ook aanleiden. En zo gaan ze de kolom af. En hoe gebeurde dat dan vroeger, als je dat niet had, dat schema? Toen riep mijn moeder iedere keer mee terug naar de badkamer om weer iets te doen. En andere dingen kun je heel goed onthouden, want je bent een hele goede leerling. En dat is dan moeilijker. Ik ben nog overgetachtig in alle zittingen. C'est rigolo? Allez, on se lave les mains. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir le robinet. Ouvrir le robinet, très bien. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les 2 mains. Voilà, maintenant tu peux fermer le robinet. Fermez le robinet. Adam. Oui. Oui. Rince tes mains.
fermé le robinet. Tu as plus envie de jouer, toi. Allez. Et maintenant? Essuie les mains. Essuyez les mains, très bien. Essuie les mains. Très bien. Essuie les Montre un peu tes petites mains. Non. Voilà, montre. Oh, regarde. C'est tout? C'est tout? Oui. Tout mouillé? Tout propre aussi. Hein. Nu, in theorie is het zo dat een stappenplan goed is wanneer dat stappenplan op zich voldoende duidelijkheid biedt. Dus eigenlijk is verbale ondersteuning niet echt nodig. Maar een positieve opmerking, een bekrachtiging om het kind verder te laten doen en te bevestigen in waarmee dat hij bezig is, dat kan natuurlijk wel altijd.